Een beetje zenuwachtig. Zenuwachtig voor de finale. Ja, wel ja. Jongens, leuke paard. Heb je wat stemmen hier? Ritselt? Nou, ik ben niet zo van het ritselen. Nee. Ik ben donderdag hier geweest, heb ik hier even was te kijken. Maar ja, ik denk wel dat het zo mooi is dat hij zijn eigen een beetje verkoopt. Dus ik geloof niet dat we daar. Ik geloof niet dat dat nut heb als ik daar voor ga staan, dat er dan meer stemmen komen. Nee, dat is hem, hè? Dat is hem, ja. En waarom heb je jezelf maar opgegeven? Ja, ik ben eigenlijk via benaderd voor de X-Tractor. En de eerste berichten toen deze trekker kaal was met opknappen waren eigenlijk dat die toch wel heel mooi was. Ik denk over het dus dan natuurlijk, maar... Ja, het is toch maar beperkt natuurlijk als je bij je eigen in de buurt kijkt van wat is nou mooi of wat is niet mooi. Dus opgegeven om te kijken wat heel Nederland dan van vindt, want ja, daar gaat het eigenlijk over natuurlijk. Nou, maar je staat hier wel, toch? Ja, hij staat er wel. Hij hoort al bij de eerste vier, dus het is al goed. Wil ik een paar stickers? Je kunt merken aan mensen dat die gewaardeerd worden, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat hij nou wint of niet, maakt niet uit. Voor mij is het al geslaagd natuurlijk. Al een beetje zenuwachtig voor de uitslag. Nou, dat valt op zich wel mee. Ja, natuurlijk, het is natuurlijk wel iets heel aparts om hier aan mee te doen. En uit zoveel inzendingen dat je erover blijft. Ja. Maar, dat je bij de eerste vier bent, is al mooi genoeg, vind ik. Ja, dat is al een hele prestatie. Ja. Niet? Ja, en wat is er zo apart aan? Ja, we hadden die trekker vorig jaar gekocht. En er moest zoveel aan gebeuren, dat viel allemaal een beetje tegen. En we hadden hem helemaal uit elkaar gehaald. En toen zag ik op de landbouwbeurs in Leeuwarden dat de Blue Power uitvoering van Nieuw-Holland was gekomen. En dat maakte best wel indruk op ons. En toen zeiden we, zo gaat deze het ook worden. Dus je hebt hem een beetje nagemaakt? Ja, van de jubileumuitgave van Nieuw-Holland. En wat is de reden dat jullie meedoen? Nou, deze trekker heeft eigenlijk een prachtige historie. In 1996 was er op de rij... 1997, sorry. Hij had een misset verzonnen dat we, als we nou iedere dag van de rij, van de landbouwrij, een trekker gaan veilen. Dan gaan we eens kijken wat zo'n trekker nou echt opbrengt. Vijf verschillende merken. Had Nieuw-Holland daarbij bedacht, als we nou de trekker laten betalen door de dealers, dan is die trekker vrij, dan is de opbrengst van de trekker 100% voor UNICEF. Nou, alle trekkers gingen eigenlijk een beetje onder de catalogusprijs, maar de Nieuw-Holland, door die actie, ging over de prijs heen. En wij kochten als gebroeders Danenberg van Danenberg in een gewaard loonbedrijf, kochten wij die trekker toen. Nou, dat bracht nogal wat teweeg, want waarom ga je nou een trekker kopen voor meer dan dat die waard is eigenlijk? Hey, en die trekker heb 128.000 gulden toen opgebracht, dat is naar UNICEF gegaan. En wij hebben ook gevraagd van, en dat zei Paul van Vliet toen ook in zijn woordje voorafgaande aan de veiling, wat ze met dat geld gingen doen. Dan gingen ze in Afrika waterpompen neerzetten. Hij zei dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Hij was daar geweest bij zo'n waterpomp. Hij zei, die mensen moesten 5 tot 10 kilometer lopen, maar die stonden allemaal te dansen om die waterpomp. Dat redt gewoon levens. En dat heeft ons geïnspireerd om eigenlijk veel geld uit te geven voor een goede trekker. Deze tractor heb jij opgegeven dus? Ja. En waarom heb je dat gedaan? Nou, het is gewoon een mooie trekker en ja, met alles erop en eraan. En jij rijdt er ook veel op? Ah, mijn broer rijdt de meeste op, maar ik heb hem opgegeven. En had je verwacht dat je in de finale zou komen? Nou, nee, niet echt verwacht dat het in de finale zou komen. Maar, En heb je veel vrienden op huis natuurlijk gevraagd en zo, heb ik gehoord of niet? Ja. Om te gaan stemmen? Ja, over huis natuurlijk, ja. Toch zoveel mogelijk stemmen proberen te krijgen. Ja, en dan nu zie je het resultaat. Ja, hij staat hier mooi. Ja, De vierde, de D, dat is de Nieuw-Holland. Celine, hoeveel punten heeft dat opgeleverd? 284. 284 stemmen. Natuurlijk is dat een applaus waard, maar we gaan hoger. De derde plaats in deze publieksverkiezing. De Valtra. Hoeveel stemmen, Celine? 615. 615 stemmen. Dan zijn we toe aan de tweede plaats van de publieksjury. De UNICEF-trekker heeft gekregen hoeveel stemmen? 917. 917. En dan? Ja, dan is er geen keuze meer. De eerste plek, dat is de trekker met hoeveel stemmen? 3.288 stemmen. 3.288 stemmen.
Dat zijn de publiekstemmen. Maar er was ook nog een andere verkiezing. Een verkiezing waarbij een jury te pas komt. De winnaar is de International geworden voor 4 punten. Dat komt eigenlijk omdat de International, de trekker, die heeft body. Dat kun je wat in zien. Dat is wat oud. Wij horen net dat de kleur iets afwijkt. Nou, het valt eigenlijk alleen maar op voor de kenner, denk ik. En voor de ander valt het eigenlijk niet zo op. Hij is wat gepimpt, de trekker, met die uitlaat. Maar goed, op zich is het geen slechte zaak dat erop zit. En dan win je een bokaal. Hou eens omhoog. De X-Tractor 2010. Is voor Paul Willemsen uit Oud-Gastel. En wat krijgt hij daarbij? Van Agra Power, dus van Agrio. Een geweldige cheque van €250. He, mooi te besteden, denk ik, aan nieuwe onderdelen, Paul. Ja, van een paar biertjes kan ook, hè. En Céline heeft de beker die erbij hoort. En zo hebben de beide heren allebei wat. Zo mag het ook. Applaus voor deze beide mannen Danenberg. Eelco en Rolf Boer uit Warfum, met een mooie bosbloemen, met een t-shirt. Ja, zit de handen weer even vol zo. En een t-shirt. En Céline heeft ook weer, in dit geval, de beker, die een mooi plaatsje kan krijgen in de werkplaats of waar je hem ook maar neer wilt zetten. Dames en heren, voor alle winnaars, een groot applaus. Met de verkiezing van de X-Tractor 2010. Een productietrekker waar je iedere dag groot mee verdient, is iets anders dan een hobby. We willen hiervoor onze waardering uitspreken en jullie uitnodigen voor een bezoek aan de fabriek in Finland. Zo, we willen jullie uitnodigen voor een bezoek aan de fabriek in Finland. Is dat mooi? Is dat mooi of is dat mooi? Mooi. Dat is heel mooi zelfs. Geweldig jongens. Een reis voor 2 personen naar New Holland. Trekkerfabriek in Basel in Engeland. Zo. Die ook, hè? En die ook. Ja. Ja, dat zijn mooie verrassingen. Ja, leuk. En de finalist? De finalist. Hij zit. Kijk, hij staat helemaal teruggetrokken. Hij heeft de camera, dat is ook helemaal onder de indruk. En de fabriek is dicht, zegt hij. En ja, dat maakt het moeilijk om naar de Verenigde Staten af te reizen. Maar we hebben nog wel een andere verrassing voor je, Paul. Ga je het geven? Céline, lees hem even voor. Te besteden in de fanshop van Kees International Holland, €500. Zo, dat zijn mooie dingen. €500 in de knip en daar kan Paul het mee doen. En de grote beker, die vind ik het allermooiste, weet je dat? Ja, dit is onbeperkt. Ja, dat is mooi, hè? Ja.